Hoor, ik ga er nog een keer naar luisteren. Yo, kijkers en YouTubers, en welkom in Crevenger. Inderdaad, we zijn hier samengekomen voor een nieuwe gebied te doen. En we zijn hier vandaag in het gebied Sinjapoa. En ik zie hier in de lucht al iets nieuws met een nieuwe update. Jensje, die gaat ook hier boven ons. Ja. Een nieuwe blok. Zie je dat niet boven ons? Is dat nieuw? Ja, is nieuw. Ja. Mensen, we gaan het gebied gewoon binnen betreden. We gaan beginnen met het eerste wat we tegenkomen. Ja, dat is een winkelstraatje, want dit heeft veel horecazaken. Het is inderdaad een redelijk groot gebied. Het lijkt toch groot. Ik vind het niet het mooiste gebied, maar toch, het is leuk. Het heeft heel veel attracties. Ja, vier. Ja. En hier komen we bij de eerste. Ja, hier is de Feng Huang. Ja, ik bedoelde de Dragon Dance, maar ja, dit kan ook. Ja, Feng Huang. Die gaan we meteen eens even doen. Dit is een redelijk nice achtbaan. Ik ben er al in vetje, hè? Ja, daar is hij. Niet denk dat jij weer gaat. Dit is een type wingcoaster, zoals in Toverland staat. Heidepark en PortAventura, maar ik heb nog nooit zoiets gedaan. Helaas. Ik ben wel in Toverland geweest, maar toen was hij nog niet open. En hij was er te klein voor. Die was nog niet open. Oké, we gaan er gewoon in, mensen. We zijn maar aan de top en het is een heel. Het is niet zo'n hoge. Oh, ik hoor niet veel, ik heb mijn klank. Dus de lange klank staan. Veel plezier, mensen, met de ride. Korte rit, maar een zeer leuke ervaring, zal ik zeggen. Nu we toch even stil te hebben, vergeet niet te abonneren op ons kanaal en te liken, dat is een goed iets om te doen. Bah, dat was attractie nummer 1, een korte review van Jens. Zijn de foto's? Zeer scare foto's, nee. Ja, dat zijn wel een, hè. De mooie boys. Fly. Nee, Jentje, niks te fly. In mijn auto, alsjeblieft. Waar is de volgende? Instappen! Ja. Er wordt niet gevlogen, hè. We zijn professionals. Bam, we hebben nog een attractietje dat eigenlijk redelijk geheim is. Het is niet te vinden als je het niet op voorhand weet, zal ik zeggen. Ja, we gaan hier niet te veel treutelen. We gaan meteen over naar de Singapore Canyons. De canoes, ja. We gaan kanoën, inderdaad. Ik ga meteen vertrekken. Kanoën, dat ga ik niet doen, zo. Ja, anders komen we niet bij de Dragon Dance. Ja, ik ga wachten bij de Dragon Dance. Nee, wordt niet gevlogen, Jens. Jawel. Ja, Jens is echt een meet, zoals jullie weten. Oh, een vis. Ah, nee. Ik ben aan het zoeken, eigenlijk, een beetje. Redelijk moeilijk te vinden. Die bootjes zijn ook niet echt gemakkelijk. Maar jullie zien het mooie water, dus dat is alleen maar mooi nieuws. Puikwerk. Water, ja. Ja, ik vind het niet. Maar ik ga erheen even komen met de boot, dus niet proberen die Dragon Dance te betreden. Ja, het is een moeilijke tocht. Het was wel mooier geweest als ze kano-boten hadden ontworpen in plaats van normale boten. Ja, niet denken dat ze daar tijd voor hebben, hè. Voor zoiets belachelijk.
ja, zo. In zo'n kleine rivier met zo'n grote boten, zeker. Oké, mensen, ik heb het goede nieuws. Ik heb het niet gevonden. Dus bij deze, het is onmogelijk voor gewone spelers om deze attractie te doen. Daarom zijn wij dus niet voor niks. Als wij geen VIP hadden, hadden wij deze attractie nooit ontdekt. Dus, ja, want ik heb hem al wel al lang gezien, maar ik dacht dat hij nog dicht was. En dat komt omdat die rijdt over rails en je zit in minecart. Dus ja, zijn we niet gewoon van deze service. Ik ben gearriveerd in de Dragon Dance. Oh fuck. Ja, wat zit er te zeveren, jongen? Zo professioneel zijn we ook weer niet. Mensen, geniet van de rit in Dragon Dance. Ja, wat zeg ik dus. Ja, het was een korte rit, zoals jullie misschien zagen. Ja, en dit gebied heeft dan ook nog ja, een restaurant. En ja, je kunt daar totaal niet eten, want je krijgt echt gehoorschade. Ja, ik krijg dan dus dikke gehoorschade van. Even kijken waar dat al plus ergens, want het is echt vervelend om dat hier te gaan zoeken. Nou, we hebben nu nog van alles in de meet and greet met de Gumball. Dat is die we nog gaan doen vandaag. De wok, wingelang is nog iets anders. Ja, dat is toch niet. Hier hebben we nog de ballonshop. Ik kan nog wat ballonnen kopen. Ik koop er persoonlijk geen, ik heb dat niet nodig. Net als een pak of zo, dat wil ik niet hebben, dat is lelijk. Hier hebben we nog een taxi die we zo meteen gaan. Ah nee, dat heb ik dan, vind ik wang. Laten we gewoon Gombau Castle doen, yes, we vinden het toch niet. Het restaurant, dat is voor ze beet. Ja. Op naar Gombau Castle. We krijgen nog een beetje info terwijl van Jens over dit kasteel. Oh, ik heb een pakje gevonden. Waar? Ja, vlak voor ik kom bij Castle binnenging. Ah, dat heb ik al waarschijnlijk. Vertel wat meer over dit attractie, Jens. Ja, dit lijkt op Mystery Castle uit Fantasialand. Alleen is dit een Chinese stijl. Maar ongeveer is het wel hetzelfde. Het is ook met machine om een vloek te verbreken. En hier is de hoofdrol Gombao. Hou je al binnen, en, jongen? Pas op, er is iemand dan. Oei, we zijn te laat. Ja, dus wat ik zei, hier is de hoofdrol Gombao. In Fantasialand is dat professor van Windhoven. Mm-hmm. En daar gaat het verhaal als volgt. Hij wil met de duivel een deal sluiten voor meer geld. Maar toen bleek het een vloek te zijn. Professor van Windhoven die wou een machine ontwerpen. En de bezoekers moeten dan naar de top van de toren om de vloek te verbreken. Ja, en hier... Ja, hier zit een verhaal. We moeten dus naar de bodem gaan van de dingen. Want hij moet nog een speciaal ingrediënt hebben voor een saus. Ja, een saus. We weten niet goed ja, wat hij bedoelt daarmee, maar... Hij heeft een machine gemaakt, we gaan zo naar beneden. De machine slaat tilt. En we schieten de lucht in, inderdaad. Een leuk concept. Ja. Dus het gaat niet zoals gepland. En de machine slaat de bol. Ja, dat is minder nice. En dan, ja, voor ons is het natuurlijk leuker, want dan gaan wij lekker naar boven. En lekker, dat wordt een leuke rit. Ik vind het een leuker verhaal persoonlijk als het verhaal van Fantasialand. Maar ja, daar zijn de meningen over verschillend. Ik vind de ja, voorshow ook wel grappig hier. Ik weet niet hoe het in Fantasialand is. Ja, het is ook wat mooier. Mooier als Fantasialand. Het is een Chinese toren, prachtig gemaakt. Ja. Fantasialand is wel een simpel kasteel. Ja, in Fantasialand is alles gewoon van echte blokken en stenen. En hier is het natuurlijk van echte leuke dingen. Hier zijn het leukere materialen. Hier hebben we een voorshow. Fantasialand heeft wel een deur waar dat je moet wachten op de attractie. Totdat je naar binnen mag. En dan zie ik de dokter van Windhoven het verhaal vertellen. Nou, geniet van de show, mensen. Ja, echt een show is het niet. Hij stopt met bewegen. Welcome, my dear guests. Welcome to Gombau Castle.
I am Mr. Gobal, and this is my laboratory. Today, I need your help. For my special songs, I need one last ingredient, which can be found at the bottom of the castle. The water there has a special power which will be the finishing touch for the souls. I can't reach it on my own, because someone has to start a machine, right? So you came just in time to help me. When I open the doors, you have to take a seat in the elevator as quickly as possible. It will take you deep down into the castle to the holy water. Your task is to check if the machine is working properly. Well, I hope you understood it. So, prepare yourself. I will open the doors now. That was the long button. Excuse me. Please follow me to the next door. Ja, dat was een voorshow dus. Dus we gaan nu naar de hoofdshow. Nou, nu gaan we dus naar de attractie zelf. Ja, deze dude is net klaar. Dus wij gaan er gewoon in. Ga hier zitten. Laat ik gewoon hier eens gaan zitten. Bon, geniet van de show, mensen. Van de hoofdshow, zal ik zeggen. Ah, I see you took a seat. Very nice. Prepare yourself for the set, please. And now we'll start the machine. Good luck! Is it good? Too late. Drie mensen voor de geluid achtergrond. Natuurlijk kunnen wij niet verzekeren dat wij een stilte kunnen opnemen. Dat is natuurlijk onmogelijk. Dus sorry daarvoor. Zoals jullie zien, de machine gaat nu dus helemaal naar de kloten. Inderdaad. Juist! Mensen, dit was Gombau Castle. Ja, laten we de attractie eruit gaan. Hè. We hebben nog een paar attracties te doen in dit hele gebied. We beginnen met Seasouls. We gaan er naartoe warpen. Seasouls, een soort van Pirates of the Caribbean namelijk. Het is eigenlijk een met boten en zo, de muziek is er ook van. Ik wist het zelf niet, want de muziek trekt niet eens op Pirates of the Caribbean, maar blijkbaar is het ervan. Ik heb nog nooit de muziek gehoord, zal ik zeggen, maar ja, het is blijkbaar toch van Pirates of the Caribbean. Het is een leuke boottocht. Ik raak erin niet, ja, vallen ze. Mensen, geniet van deze rit. En veel plezier. Ik kom hier in een speciaal dorp aan, zoals jullie zien. Jammer dat ze geen echte armen hebben hier, alleen maar poppenarmen. Maar ja, ze kunnen niet alles helemaal fixen. En dan komt hier de spanning. Pardon. Ja,
aangevallen door piraten of zo. Ja. Je ziet er niet terug. Ja, ze hebben toch teruggeschoten. En we zijn hier in de grot, bij de piraten. We zitten hier te kapen ofzo. Terug een rustiger thema. Het lijkt zo'n beetje op de scène uit Pirates of the Caribbean 1. Yeah. En wat? Cecil. Spannend hoor. Ja. De geest walt door de jungle. Ik moet eraf, zal ik zeggen. Ja. Het gaat weg. Dat is weg. Echt raar. Oké. Hola, ik zie geen hola. Een spookschip of zo. En gevecht tussen de geesten en de piraten. En dan gaan we naar de hoofdshow. Ja, hoofdshow. En dan gaan we naar de schatkamer. De Kraken, ah ja, dat is Pirates of the Caribbean. Ik had het weer. Behalve dat we nergens de hoofdrol verder zien, ja, jammer genoeg. Romantisch einde. Zoals in alle Disney films. Ja, dat Chinees komt uit Pirates of the Caribbean 3, want dat begint in Singapore. Maar gaat deze dikke boot zo meteen in dat klein station binnenpassen? Ja, waarschijnlijk wel. Ja, het past. Net. Mensen, dit was de tweede attractie van dit gebied. Het was de lesse, denk ik. Ja, nu nog wat horecazaken bekijken. Ja, dat kunnen we nog doen. Bijvoorbeeld de horecazaak waar je oren van open springen. Ja man, maar waar staat dat ergens in? Dat is zo gecamoufleerd. Hier hebben we... Ja, dan kun je pakken kopen. Het is moeilijk om te winnen. Is dit het? Ja, wacht. Ja, Walk of King. Mensen, bereid jullie voor. Ja. Yeah.
Ik heb het schade van een keer naar luisteren. Ik ben hier weg, man. Ik ook. Dat is echt de verdwenste muziek van allemaal hier. Mensen, dit was voor jullie Cinepoor, oftewel vanuit de Luut. Dat lijkt het wel het grootste gebied van allemaal. Cinepoor, mensen. Wij zeggen nog maar één ding en dat is tot de volgende keer later.